Zo, we zijn weer terug, dames en heren. Even een rebootje moeten doen van de techniek om alles weer draaiende te krijgen. Maar we zijn er weer. Batavia Pétanque 2017. Halve finales in de A-pool. Team van Kees, 2 punten gemaakt. Eerste met een 4. Stand 6-0 voor het equipe van Kees Koogje, Herman Kempeneers en Tom van der Voort. Tegen het equipe van Kees Webbe, Richard Nijs en Sander Beukers. Andere kant, onze gasten uit Frankrijk. Tegen het equipe van Khalid El Yazidi, Murat El Ansari en Timo Corle. Stand daar 4-2. Mooi schot van Kees. Die bal is in ieder geval weg. Score aan de andere kant ook 6-2. Voor de equipe uit Frankrijk. Kijk even lekker naar de beelden. Morgen uiteraard de grote finale en zullen wij ook weer live aanwezig zijn. Om wat beelden voor jullie thuis te voorzien. We proberen de wedstrijd achterin een beetje te volgen. Linkshandige tireur bij de Fransen. Zeer effectief geschoten, 2 maal. Niet fancy. Maar gewoon prima geschoten. Lekker ervoor. Lekker blijven hangen. De keeper van Khalid wordt wel een beetje gedwongen tot plaatsen. Maar
prima gedaan door Murat. Milieu van wel rechtshandig. Schiet dan wel netjes op ijzer. Goeie bal. Die bal van Murat leek een beetje kort en dat voelde hij volgens mij zelf ook. Maar raakt hem, gooit gewoon netjes op punt. Best wel een flinke blijver van de Franse milieu. En gewoon een hele goede man dus van de Fransen. Vijf punten. Stand dus 11-2. Nou, laten we hopen dat onze Marokkaanse vrienden uit Nederland samen met Timo nog wat moois van kunnen maken. Ze zullen beter moeten gooien, dat is duidelijk. Anders is dat snel klaar, denk ik. 11-2 voor Vletteren. Als ik het goed heb verstaan bij Jacques, maar ik excuus voor de benaming. Nou, anderhalve finale, team van Kees Wubben kijkt tegen een achterstand aan van 7-0 tegen Kees Koogje. Dus ook dat is een beetje de vraag of ze daar nog wat tegen in kunnen brengen. Spelen niet slecht, maar de keeper van Kees, Noël en Tom spelen vrij solide. Bijna elke bal die ze gooien is voldoende voor punt. Achterin Timo en Khalid en Murat, wissel toegepast. Murat, de eerste tireur, heeft een bal gemist en een bal geraakt. En ik zou zelfs misschien wel de tegenstander ervan betichten om expres een hele verkeerde, foute bal te plaatsen. Zodat ze kunnen gaan schieten. Het gebeurt ook allemaal. Timo plaatst een mooie bal, maar dan wordt er gemist. Ook verder niet zoveel discussie bij de Fransen. Spelen gewoon lekker door voor een drie keer raken. Mogelijk een blijver, mogelijk een carreau. En die valt dan ook meteen. Goed geschoten. Helemaal goed gewoon. Dan moet Khalid El-Yazidi deze bal gaan raken. Anders wordt het nog vervelend ook deze man. Dat doet hij netjes. Nou, wederom een prima bal van Timo. Bal wordt wel geraakt van Timo, maar er ligt nog een punt, dus de Fransen zullen moeten panteren.
Ja, gooi je vervolgens een hele slechte bal. Dus mooie aansluiting voor het team van Khalid. Even wat punten scoren. Prima laatste bal natuurlijk. Volgens mij zijn er 2 punten voor Khalid. Gaat ermee de stand naar 11-4. Wat kleine technische issues met onze camera's. Onze excuses daarvoor. Toch proberen om jullie bij te praten over de wedstrijd achterin. Niveau is daar aanzienlijk. Wissel in het team van Khalid lijkt in ieder geval wat teweeg te brengen. Wordt een goede boel gegooid. Timo, prima opening. Wordt wel verbeterd door de Fransen, maar netjes weggeschoten door Moerad. Ja, tweede planteerbal van de Fransen is niet goed. Dus dan zullen ze weer kiezen om te gaan schieten. Ben ik benieuwd, het is toch even anders schieten dit. Zagen we ook de vorige menen, schiet hij toch een bal mis. Ja, dat is een prachtig schot. Dit keer wel weer lekker op ijzer. Helemaal prima. Timo verbetert die bal met een mooie planteerbal. Mooi aan de voorkant. Wel voldoende ruimte om te panteren. Om misschien het butje aan te raken voor 2. Maar. Ja, Fransen kijken even. Maar besluiten we toch om te schieten. Is te moeilijk. Om te gaan plaatsen. Dus gewoon schieten. Wederom een prima schot. Van de Franse tireur. Mooie stijl. Linkshandig. Niet te moeilijk, simpele zwaai, maar wel netjes uitgevoerd. Het team van Ruben heeft voor het team de score geopend met 1.7 van de wedstrijd. Khalid Al-Yazidi plaatst een mooie ballenpunt. Dus 2 bulls nog over voor het equipe van Moerad en Khalid en Timo. Tegen 2 bij de tegenstander. Die wederom niet aarzelen en gewoon gaan schieten. We doen dat ook. Raakt de bal buut uit. Menne annulé. Stand blijft daar dus 11-4.
Ja, het lijkt echt wel een beetje elan in de Mannschaft, zoals ze in Duitsland zouden zeggen, te zitten bij het equipe van Murat, Khalid en Timo. Ik ben benieuwd of ze dat ook om kunnen zetten in punten. De opening van Timo van Korla is op zich aardig, net even te lang. Maar dichtbij zat. Fransen plaatsen de bal op punt naast de buurt. Dus Murat naar de cirkel om te schieten. Ook geen enkele aarzeling. Wel een bal mis. Komt die tweede er vrij snel achteraan. Wel raak en een halve blijver. Zijn toch wel even van die balletjes. Mag je eigenlijk niet meer missen in zo'n halve finale. Maar goed, ze hebben niet voor niks gewisseld. Het is lastig. We hebben 4 achter. Fransen die verplaatsen ook een bal. En wederom meteen het besluit om te schieten. Niet direct op punt geplaatst. Dus schieten. En schieten vervolgens ook een blijver, Karol. Gaan we even boel stellen. 3-3. Betekent eigenlijk in principe 3 keer plaatsen voor de Nederlands-Marokkaanse combinatie. En 3 keer schieten voor de Franse combinatie. Speeltempo is lekker hoog, gewoon weinig overleg, weinig moeilijke beslissingen. Het is allemaal redelijk duidelijk wat er moet gebeuren. Er moeten een hoop goede boels komen. De bal van Timo is net te kort. Dus toch even de keuze, gaan we schieten of niet? Natuurlijk gaan ze dat doen. Lijkt mij verstandig. 2 keer raken kennen de Fransen misschien niet uit. Ja, misschien niet omdat dat dan in de handen ligt van de Fransen. 1 bal nog voor Khalid tegen 3 van de Fransen.